Ja, ik ben net aangekomen in Lessin. Ja, ik moet erop letten dat ik eigenlijk daar kijk en niet zozeer naar het scherm. Dus ik ga erop letten voor deze video. Ik ga straatfotografie doen. Ik zie dat er daar al een markt is, dus dat is altijd interessant. Ik heb de buggy mee, want de jongste moet weer mee. Alleen moeten, mag mee. Dus kijk, we gaan eraan beginnen. Ik zal ook deze keer ook mijn workflow proberen uit te leggen. We hebben nu 3 keer gebruikt in de workflow en ik heb toch niet dat het werkt. Dus daar ga ik ook een klein woordje over zeggen vandaag. Daar is de markt. Maar ik ga nog even, dan met ook zoveel volk zal de parking. Omwille van de markt waarschijnlijk. Ik ga nog even de andere kant op en dan ga ik richting de markt stappen. Ik ga fotograferen met de 50R, de GFX 50R opnieuw. Eigenlijk, ik zal deze keer zwart-wit instellen en panorama, de combinatie van de twee. Ik heb het gemakkelijkste om even een toertje te doen, is dat ik mijn instellingen op het gemak kan overlopen voordat ik in de drukte kom. En het is blijkbaar, het kan elk moment beginnen regenen denk ik, het is heel grijs weer. Maar op zich is dat nog wel gemakkelijker dan. En qua belichting is dat makkelijker dan superzonnig weer. Het probleem met superzonnig weer is dat je heel vaak wisselt tussen felle zon en hevige schaduw en hevige contrasten tussen de twee en zo. Dus dan is dat heel moeilijk om een goede belichting te bekomen. En met zo'n grijs weer is eigenlijk alles is continu hetzelfde licht, super gemakkelijk. Ik zit op f4, 250 van een seconde. En ik ben dus in Lessin of Lessin in het Frans. En een omleiding. Het ziet er sowieso niet vrij begaanbaar uit, dat pad. Hier een mooi afgesloten tuin. Maar ik denk dat. Het is voor een aantal dingen bekend. En ik denk dat ik hier in de buurt kom van een van die dingen. Even mijn camera draaien. Daar, volgens mij is dat, maar ik kan, ja, we hebben hier onder andere een historisch ziekenhuis van onze lieve vrouw met de roos of zo. De la roos, ja, onze lieve vrouw met de roos. En dat is eigenlijk een middeleeuws ziekenhuis zeker, ja. Het is een museum ondertussen. Hè. We zullen er geen COVID-bestrijding doen, denk ik. Komt straks terug op COVID. Maar het is vergelijkbaar met het gravensteen eigenlijk. Waar je zo die folterkamers hebt. Ik denk dat je daarmee best kunt vergelijken. Ja, dus waar ligt Lessin? Tussen, vlakbij Gerasbergen. En dus ook de Dender gaat er dus ook dwars doorheen. Daar zie je de Dender. En nog iets waar dat Lessin bekend voor is, is het is de geboorteplaats van René Magritte, de surrealistische schilder van Cine van Piep en zo. Hier zie je. Oh, die kasseien, dat verkeer op die kasseien maakt veel lawaai. Maar hier heb ik een poging gedaan om dat contrast tussen dat nieuwe gebouw en dat oud gebouw vast te leggen. En dan had ik daar van boven een vogel die net passeerde. Dus moest ik eigenlijk op het juiste moment afdrukken. En dan merkte ik, er zitten daar duiven klaar om te vertrekken. Maar dan merkte als je zo echt een moment moet kunnen pakken zo, dat echt traag is die camera. Op zo'n momenten merk je dat. Ja, verder. Ik heb 2 uur tijd. Hè. Dus de workflow dat ik uitgewerkt heb. Dus sowieso, ik wil fotograferen en zo weinig mogelijk bezig zijn met het maken van de video er rond. Ik ben daarom al overschakeld op mijn telefoon om het filmen, dus voor het opnemen van videomateriaal. Maar ik heb nu ook een truc gevonden om
om de bewerking van die video achteraf zo vlot mogelijk te laten verlopen. En het is eigenlijk vrij simpel. Hè? Wat ik doe is, ik neem korte fragmenten op. Waarbij dat ik, korte fragmenten die ik dan volspreek. Het gemakkelijke daarvan is, dat ik naar de computer kan ik die fragmenten gewoon op de tijdlijn van de video naar elkaar plakken. En dan daartussen plaats ik de foto's die ik gemaakt heb. Dus zo kan ik eigenlijk met heel weinig werk en tijd toch een soort videoreportage maken van, van wat dan zo een uur rondwandelen in de stad om te fotograferen juist inhoudt. Kijk hoe mooi is dit. Ja, het loopt over die parking door. Ja, tot, chic, hè? En ze, ik zie het nu pas, maar ze hebben... wacht, ik kan het zien. Ja, zie. Ze hebben een Magritte-hoedje op. Oké, deze foto moet ik even proberen uit te leggen. Zie je daar die mensen wandelen? Dus ik had die paal in het midden. Alleen niet in het midden, maar op de scheiding van die muur. Dat die hoek minder op, allee, dat die paal eigenlijk minder opvalt in beeld. Minder storend is. Daar. En dan, omdat die kant van het beeld nog niet gevuld was, was ik aan het wachten op iemand die passeerde. Dat gebeurde niet. Maar ik had dan uiteindelijk, daar zie je die garagepoort. Was ik aan het wachten dat iemand voorbij die garagepoort liep. Daar kun je een klein beetje, ik zal het op de foto wel laten zien. Ze. En op een bepaald moment liep daar iemand in het wit voorbij, wat je natuurlijk maar moeite kunt zien. Op een grijze, breken witte poort. En kijk, nu. Voilà. Nu is er iemand gepasseerd dat wel in beeld is. Want dat is maar een klein detail over heel die foto. Ik denk dat het er goed op staat. Ik heb er denk ik twee waarbij dat er iets op staat dat zichtbaar is. Als je erop let. We zullen zien of dat op iets trekt of niet. Nou kijk, die mens heeft zonnepanelen op zijn dak gelegd. Ziet? Natuurlijk, zoveel plaats is er niet. Heb je dat gepiep gehoord? Dat was de politie die vertrok. Daar is ook een fotograaf zien, ik ga dat wel even passeren. Gewoon eens kijken in de etalage. Ik ben ondertussen gevaccineerd trouwens. Allee, niet volledig, mijn eerste prik is gezet. Ik ben volledig pro-vaccinatie. Ik ga er ook niet te ver op ingaan hier. Wat mij nou het meeste stoort zijn zo dit soort taferelen. Dat je overal mondkapjes vindt. Dat mensen gewoon weggooien. Hier is ook iets van Magritte. Allee, niet van Magritte, maar ter ere van. Een gevel die... Wacht, ik ga aan de overkant gaan filmen. Dat ga je beter zien. Het is net te groot om één keer in beeld te krijgen.